De tandarts wordt goedkoper. Tarieven gaan met 5% tot 20% omlaag. En dat is heel fijn voor de consument, want die gaat dat echt merken in de portemonnee. Dus als je volgend jaar naar de tandarts gaat, dan wordt het iets goedkoper. De tandartsen, die zijn het er niet mee eens. Verder in het nieuws vandaag. We betalen de Europese naheffing, maar niet in één keer. En kweekvis uit Azië zit vol met antibiotica. Goedenavond, het is nog steeds geen feest om naar de tandarts te gaan, maar hij wordt wel wat goedkoper. Na een onderzoek bij 900 praktijken heeft de Nederlandse Zorgautoriteit nieuwe tarieven vastgesteld en die gaan omlaag. Dat scheelt bijvoorbeeld voor kleine ingrepen niet heel veel, voor een vulling bijvoorbeeld zo'n 3 euro. Maar bij grotere ingrepen kan het behoorlijk oplopen. Een gebitsprothese bijvoorbeeld wordt zo'n 110 euro goedkoper. De tandartsen, die zijn het er niet mee eens. Let op je tandvlees. Ziet dat het hier een beetje ontstoken is. Kijk maar even dat je... Zij komt voor de halfjaarlijkse controle. Die kost nu iets meer dan 21 euro, maar volgens de zorgautoriteit is het een van de veel voorkomende behandelingen die echt goedkoper kunnen. Op basis van wat we nu weten, laat het zien dat het tarief omlaag kan. Dat tandartsen dan toch kostendekkend kunnen werken, maar nog voldoende marge overhouden. Dus zijn ze feitelijk nu te duur? Mensen hebben soms het idee dat de Nederlandse tandheelkunde duur is. Maar een gemiddelde man, vrouw in Nederland, geeft 180 euro uit aan de tandheelkunde. En dat is zelfs minder dan wij uitgeven aan de kapper. De ruim 10.000 tandartsen in ons land zijn verplicht om de nieuwe tarieven door te voeren. En de reactie van veel patiënten laat zich raden. Ja, daar zijn we altijd blij mee. Alles is al duur, zo. Dus tarief omlaag is altijd goed. Ik heb begrepen dat hij is ingezet omdat de tandartsen iets te hoog hadden ingezet met hun verhogingen. En dat ze eigenlijk min of meer zijn teruggefloten nu. Tandartsen zijn niet te spreken over de korting, die het moeilijker zou maken om als moderne praktijk bij te blijven. Wij merken dat we die marge dus juist nodig hebben voor die investeringen in materialen en nieuwe technieken. We hebben die marge daarvoor nodig. Dus als je die marge beperkt door dit soort tariefmaatregelen, dan heeft daar de patiënt en de praktijk hebben daar meteen last van. Vooral implantaten worden flink goedkoper. Zoals een gebitsprothese, 462 euro. Dat is 110 euro minder. Dat betekent dus dat we de rekensommetjes moeten nog maken. Maar het kan natuurlijk best betekenen dat we daar op een gegeven moment in deze praktijk misschien wel mee stoppen. Omdat het op een gegeven moment te weinig wordt. Nou, Merle, goed gedaan. Goed gepoetst. Minister Schippers van Volksgezondheid zegt dat het onderzoek door de zorgautoriteit grondig is gedaan. En zij is blij met de tariefsverlaging bij de tandarts. Nou, zoals u weet hebben we een hele onafhankelijke NZA die zelf kostenonderzoek doet. En die heeft vastgesteld dat dit de tarieven zijn die ervoor zorgen dat het goed betaald wordt, maar niet te veel. Die verlaagde tandartstarieven gaan in op 1 juli volgend jaar. Eerst was er veel verbazing en daarna boosheid over die enorme naheffing uit Brussel. Ruim 500 miljoen euro. Ondanks de ophef gaat het kabinet dat bedrag gewoon betalen. Maar we krijgen er wel iets meer tijd voor. Want de Europese Commissie geeft toe dat ze Nederland hebben overvallen met deze rekening. Gaat u gebruik maken van deze uitstelregeling? Dat gaan we bekijken. We kijken wat het gewoon qua begroting het beste uitkomt om in dit jaar de rekening te betalen of een deel van de rekening, of volgend jaar, dat beslissen we later. Ja. Het is natuurlijk heel, heel fijn, dit uitstel, maar u gaat wel gewoon betalen waarschijnlijk. Nou, ik heb al steeds gezegd, als dit allemaal klopt en gewoon de regels zijn gevolgd, dan moet iedereen betalen, en dus Nederland ook. Ook voor Groot-Brittannië is er geen korting op de naheffing, maar wel ook uitstel van betaling. Premier Cameron liet vanmiddag weten dat wat hem betreft uitstel alleen niet genoeg is. What I said at the time of hearing about this surcharge was two things. Was that I wouldn't be paying 2 billion euros on the 1st of December, and I didn't believe it was right to pay anything like that number. What I can tell you is if those two conditions are satisfied, then I'll be content. But if they're not satisfied, I won't be content. Ja, contact met verslaggever Wessel de Jong in Brussel. Ja, Wessel, we moeten die honderden miljoenen hoe dan ook betalen. Was er nog enig zicht op een verlaging van die naheffing voor Nederland?
Ik zal het je sterker nog vertellen. De hoogte van het bedrag is hier vanmiddag in feite eigenlijk is geen eens besproken. Het staat gewoon vast. Nederland moet betalen. Nou, minister Dijsselbloem, hij sputtert nog wel een beetje tegen. Hij vraagt extra cijfers om erachter te komen hoe die naheffing nou precies tot stand is gekomen. Het is niet zo gek dat hij dat vraagt natuurlijk, want hij moet volgende week natuurlijk wel een goed verhaal aan de Kamer kunnen vertellen. Nou ja, tegelijkertijd zegt hij ook, er zullen waarschijnlijk geen rekenfouten in zitten. Dus ik ga gewoon betalen. Nou, hij krijgt dan wel die betalingsregeling, dat is natuurlijk heel prettig. Maar het is natuurlijk in feite niks anders dan een klein cadeautje van Brussel om de bittere pil een beetje te vergulden. Maar het verandert absoluut niks aan de feiten. Nee, geen korting dus, maar de Europese Commissie geeft wel toe dat het niet helemaal goed is gegaan, hè, dit. Ja, dat is natuurlijk in feite wel een erkenning dat deze hele operatie natuurlijk geen schoonheidsprijs verdient. En er zijn ook afspraken gemaakt om dit soort toestanden in de toekomst te vermijden. Mocht zo'n naheffing nou weer eens op gaan lopen op een gegeven moment, dan is er gezegd dat landen tijdig gewaarschuwd gaan worden. Maar het belangrijkste onderdeel, toch het belangrijkste aspect, denk ik, van die betalingsregelingen is dat Nederland en Groot-Brittannië zich eventjes mogen verschuilen achter de brede rug van Brussel, van Europa. Ze een klein politiek overwinningje kunnen claimen, zodat ze tenminste veilig naar huis kunnen. Ja, zagen we nog de Britse premier Cameron, die legt zich er nog niet bij neer, hè? Nee, en die Britten protesteren heel fel en heel hard. En daarmee maken ze zichzelf natuurlijk in feite heel moeilijk. Zetten zichzelf klem. Terwijl ze tegelijkertijd hier vanmiddag van de andere ministers van Financiën geen enkele concessie hebben gekregen dat bedrag misschien omlaag gaat. Nou, de Britten redden zich daaruit door toch een klein overwinningje te claimen. Dat doen ze door creatief te boekhouden. Nou, op hun jaarlijkse bijdrage aan de EU, daar krijgen ze altijd een kleine korting. Krijgen ze daarvoor. Die is ooit uitonderhandeld door Margaret Thatcher, die korting. Nou, wat ze nu in feite doen is dat ze zo'n korting, de korting van 2016, die halen ze in feite een jaar naar voren. Nou, dat ziet natuurlijk wat leuker uit in de boeken allemaal. Nou, daarvan zegt de Europese Commissie, als jullie daar gelukkig van worden, dan moet je dat vooral doen. Maar het zal natuurlijk in feite niks veranderen aan de feiten. Wessel de Jong vanuit Brussel, dankjewel. Opnieuw zijn er stoffelijke resten gevonden op de rampplek van de MH17. Dit keer door de separatisten in Oost-Oekraïne. Het is de bedoeling dat die resten morgen naar Nederland komen met een speciale vlucht uit Kharkov. Inmiddels worden ook de wrakstukken van het getroffen toestel verzameld voor een reconstructie. Een kostbare operatie die maanden kan gaan duren. Een gecrashed toestel deels herbouwen met de gevonden wrakstukken. Het is in de geschiedenis van de luchtvaart twee keer eerder gedaan. Het gebeurde bij het Pan Am-toestel dat in 1988 bij het Schotse Lockerbie neerkwam door een bomaanslag. En als een puzzel van meer dan een miljoen delen werd het Boeing 747 van TWA gereconstrueerd. Die verongelukte in 1996 voor de oostkust van de Verenigde Staten. Nederland leidt het onderzoek naar de oorzaak van de ramp met de MH17. Daarom worden de wrakstukken in opdracht van de Onderzoeksraad voor Veiligheid in de Oekraïne geborgen. De operatie begint over enkele dagen, als het er tenminste veilig is. In Nederland past een onderzoeksteam de stukken in elkaar. Je hebt gewoon een hele grote ruimte nodig, heel veel vierkante meters, waar je eerst de deeltjes allemaal kan uitstallen. En daarna ze als een soort driedimensionale legpuzzel in elkaar kan gaan bouwen. En dan is het kleinste onderdeeltje mogelijk net zo belangrijk als het grootste onderdeel? Ja, dat zou het beste zo eens kunnen zijn. Bij een dergelijk onderzoek zijn ook de bouwers van het vliegtuig betrokken. Er zullen waarschijnlijk in Nederland mensen van Boeing zijn. Of de reconstructie duidelijkheid brengt, is de vraag. Was het een Oekraïns gevechtsvliegtuig, zoals de Russen zeggen, of een raket van de Oekraïnse separatisten? Stel nou eens voor dat het een grond-luchtraket geweest was, zo'n boek, dan komt die meestal van onderaf. Dan zou je meer aan de onderkant beschadigen kunnen zijn. Als je nou iets van helemaal van bovenaf hebt zien komen, dan is het minder waarschijnlijk dat het een gronddoelraket geweest is. Maar zal het meer een luchtdoelraket geweest zijn. Dus je kan dat soort dingen gewoon gaan uitsluiten. Of er 100% zekerheid komt, weet Melkert niet. In dit soort onderzoeken, zegt hij, wordt altijd een oorzaak vastgesteld die de meest waarschijnlijke is. Premier Rutte is blij dat de wrakstukken van de MH17 kunnen worden geborgen. Hij benadrukt wel dat de situatie op de rampplek heel onzeker blijft. Premier Rutte bezocht samen met de Australische premier Abbott het Australische crisiscentrum in Canberra. De ontwikkelingen in Oost-Oekraïne de afgelopen dagen worden toegejuicht. Dat is goed nieuws. Ik zeg er tegelijkertijd bij, mijn ervaring de afgelopen maanden is, het is steeds een paar stappen vooruit, maar helaas ook vaak één of twee stappen achteruit. Dus
we moeten echt ook zorgen de komende dagen dat dit definitief wordt. Dat we ook echt in staat zijn om de spullen, de wrakstukken, terug te halen. Maar dat zal ook erg afhankelijk zijn van de veiligheidssituatie ter plekke. Is het veilig daar inderdaad, weet u dat? Het is niet veilig genoeg om daar met grote groepen naar binnen te gaan. Wat wel gelukt is, afgelopen vrijdag nu een week geleden. En deze week op dinsdag, woensdag en donderdag. Om daar met een kleine groep mensen te zoeken naar menselijke resten. Er is ook veel gevonden. Daarom zal er zaterdag weer een officiële ceremonie in Eindhoven zijn. Dus we gebruiken iedere kans die we hebben, hoe klein ook, om desnoods met een kleine groep mensen naar binnen te gaan en ons werk te doen. Dat er op de rampplek nu enkele positieve ontwikkelingen zijn, dat komt premier Rutte niet slecht uit. Er is al genoeg slecht nieuws geweest. Dat weten ze hier in het Australische crisiscentrum ook maar al te goed. Voor iedereen, vooral voor de nabestaanden, is het goed om te weten dat er nog steeds beweging in de zaak zit. Ja, en vroeg in de Australische ochtend ging Rutte al sporten met Abbott vanochtend. Een stukje fietsen. Abbott geldt als een bijzonder fitte premier. Hij sport veel, maar Rutte lijkt hem toch lachend bij te houden hier. Of misschien gaan ze wel helemaal niet zo snel. Hoe dan ook, premier Rutte gaat vandaag weer op weg terug naar Nederland. De kritiek was niet mals gisteren. De omvorming van 26 regionale politiekorpsen tot één nationale politie dreigt mis te gaan door grote problemen met personeel, geld en computers. Volgens de politiebonden ligt het allemaal aan de aansturing vanuit Den Haag. En zij hebben geen vertrouwen meer in de reorganisatie. Ze hebben hun zorgen eerder geuit. En de publicatie van 4 kritische rijksrapporten gisteren levert volgens de politiebonden het bewijs. De politie kan namelijk niet reorganiseren en tegelijk voldoen aan alle prioriteiten die de minister oplegt. Het is een chaos en hoogstpersoonlijk komen zij het vertrouwen in het proces opzeggen. Als we nu zien hoe dingen lopen, hoe dingen gebrek aan sturing is, hoe afspraken niet nagekomen worden, gebrek aan communicatie, dan is dat heel zorgwekkend. Als er nu niet wordt ingegrepen dat de 65.000 mensen die allemaal keihard werken om de veiligheid in dit land elke dag weer te waarborgen, dat die de dupe worden van een slechte aansturing vanuit Den Haag. Laat u het niet te veel op zijn beloop. Nou, dan kent u mijn agenda niet. Ik ben hier natuurlijk ook elke dag mee bezig. Ik vind het een fantastische uitdaging. Ik ben er ook trots op dat ik dat mag doen. Ik ben er ook ambitieus in. De minister grijpt in door de politieorganisatie aan te passen. En dat mag hij, want hij voert het beheer. De korpsleiding met de Nationaal Korpschef Gerard Bouwman staat direct onder hem. Zij sturen de 11 regionale eenheden aan. Opstelten wil nu 1 lid van de korpsleiding aanwijzen om de reorganisatie te gaan leiden. En die krijgt een eigen programmadirecteur met een team van interne en externe specialisten. De vraag is of meer en vooral meer van buiten eigenlijk wel helpt. Het gaat hier over een hele fundamentele aanpak, een hele fundamentele verandering. En voor ons is dit eigenlijk zoals wij het nu zien, maar dat plan moeten we nog eens even goed bekijken, lijkt dat in ieder geval niet voldoende te zijn. Ik praat er met iedereen over, ook met de mensen, juist met de mensen die het werk moeten doen. En we gaan dit tot een goed eind brengen. Minister Opstelten gaat erover opnieuw in overleg met de bonden. Een man uit Enkhuizen is overleden aan een legionella-besmetting. Die liep hij op in een sauna in Avenhorn. Bij de man van 69 werd 3 weken geleden legionella vastgesteld. Hij overleed een dag later. Afgelopen woensdag werd duidelijk dat de man de ziekte had opgelopen in de sauna. 300 bezoekers die eind oktober in de sauna waren zijn ingelicht. Er zijn geen meldingen van andere besmettingen. Het is tijd voor de waarheid en de duidelijkheid. Rapper Hosni, die Geert Wilders bedreigde in een videoclip, is veroordeeld tot een werkstraf van 80 uur en een voorwaardelijke celstraf van 2 maanden. In de videoclip suggereerde hij dat Wilders wordt gegijzeld en wordt doodgeschoten. Volgens de rechter is er sprake van bedreiging, maar de rapper ontkent dat. Nu nog lege sporen in Duitsland, maar vanaf 6 uur morgenavond kunnen mensen gewoon weer de trein pakken, want de treinstaking wordt dan beëindigd. 1,5 dag eerder dan gepland, om treinreizigers de gelegenheid te geven in Berlijn de val van de muur te herdenken. Dat was 25 jaar geleden. Een gebaar van verzoening, zo noemt de machinistenvakbond het. Even kijken. Ziggo wordt volgend jaar de nieuwe hoofdsponsor van Ajax. Het kabelbedrijf betaalt 8 tot 10 miljoen euro per jaar aan de club. Niet iedereen is daar blij mee.
Ziggo-klanten die het niet zo op Ajax hebben, die willen hun kabelabonnement nu opzeggen. En op sociale media regende het boze reacties van fans van vooral Feyenoord, Utrecht, Twente en PSV. De klantenservice van Ziggo was vanmiddag zelfs even overbelast. Maar het bedrijf zegt dat dat niet lag aan de sponsordeal. Dat kip vaak besmet is met bacteriën die resistent zijn voor antibiotica, dat weten we al een tijdje. Maar nu blijkt het ook het geval met gekweekte vis. Reuzengarnalen en vissen als tilapia en pangasius uit Azië. Wakker Dier deed er onderzoek naar. En de supermarkten die willen nu dat de Voedsel- en Warenautoriteit er naar kijkt. Wat zit er in de vis die je in iedere winkel vinden kunt? Garnalen, tilapia, pangasius. Voor het overgrote deel kweekvis, afkomstig uit landen als Vietnam of Thailand. Die worden gekweekt in enorme grote bassins. Er zijn heel veel ziektes en die worden dan weer bestreden door antibiotica gewoon in grote getalen in het water te stoppen of in het voer. En antibiotica wordt daar ook gebruikt als groeibevorderaar. En zo worden het dan een soort grote kweekvijvers voor antibiotica-resistentie. Wakker Dier liet 43 monsters Aziatische vis onderzoeken en trof in de helft bacteriën aan die resistent zijn tegen antibiotica. Als wij dat eten niet goed verhitten, dan kunnen wij mogelijk zelf ook die resistente bacteriën binnenkrijgen. En als we dan ziek worden, dan hebben we een probleem. Het risico is dat als we ziek zijn, antibiotica niet meer goed werken. En dat we niet meer te behandelen zijn voor simpele infecties. In 2009 drong de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit aan op controle op resistente bacteriën in de vis. Maar een goed controlesysteem is er nog steeds niet. Dat moet er nu wel komen, zegt het Centraal Bureau Levensmiddelen. We zullen hier versneld actie op ondernemen en dat betekent dat wij de producenten van kweekvis nog strakker zullen gaan controleren en nog meer en beter duidelijker zullen gaan eisen dat er minder antibiotica moet worden gebruikt in de kweek van vis. Vooralsnog ziet het bureau geen reden de vis uit de schappen te halen. Indien goed gebakken vormt het geen risico, zegt men nu. Maar snel onderzoek is gewenst. We zullen zeker ook met de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit in contact treden. En wij zullen eisen dat zij heel snel hier een risicobeoordeling op maken en zeggen wat de ernst van de situatie is. En voorgestelde maatregelen, die zullen wij zeker gaan invoeren dan. Elk advies van de Voedsel- en Warenautoriteit zullen ze opvolgen. Ja, dat was de vis. Maar er komt ook werk uit Azië terug. Jarenlang hebben bedrijven vooral productiewerk uitbesteed aan lage lonen landen, zoals China en India. Maar zo'n 2/3 van de bedrijven in Europa bedenkt zich en haalt een deel van het werk weer terug, blijkt uit onderzoek. Het bevalt allemaal toch minder goed dan gedacht. En belangrijk, het is ook helemaal niet zoveel goedkoper meer. Kees werkt op de sociale werkplaats van Purmerend, waar hij tegenwoordig ledlampen in elkaar zet. Is dat moeilijk? Ja. Het moet vrij precies gebeuren. En goed opletten. Heel goed opletten, ja. Tot voor kort werd dit werk door Chinese handen gedaan, maar dat beviel steeds slechter bij de lampenproducent. Het grootste probleem was echt de kwaliteit van de producten en de consistentie van de producten. Daar liepen wij steeds vaker tegenaan. En wat je merkt is de hand die het maakt bepaalt de kwaliteit. Soms heb je dus een goede kwaliteit, soms minder goede kwaliteit. Vanaf de jaren 90 verplaatsen vooral bedrijven in de maakindustrie werk naar China, omdat het personeel daar veel goedkoper was. Maar dat verschil wordt steeds kleiner, want ook in China stijgen de lonen. Toen ze eraan begonnen, toen was het heel, heel goedkoop naar de plekken, maar nu is het dat minder geworden. En men is wel aangelopen tegen de tegenvallers. De cultuur, de kwaliteit, maar ook de controle. Transportkosten zijn omhoog gegaan, dus om alle spullen dan weer terug te vervoeren naar hier, dat is veel duurder geworden. Kortom, alle voordelen zijn wat minder geworden. En de voordelen van de productie dicht bij huis worden steeds beter zichtbaar. Hier zit je er dicht op. Je kan in de auto stappen, je kan er langs rijden. Je kan zelfs tijdens een productierun kan je ingrijpen, kan je dingen veranderen als je dat wilt. En bedrijven die het werk in een sociale werkplaats uit laten voeren, krijgen daar tegenwoordig een interessante subsidie voor van de overheid. Lukt het, Kees? Ja, hoor. Ja, gaat prima. Nou is dat zeker niet het enige pluspunt van Kees en zijn collega's. Dat heeft wel te maken met een stukje kostprijs. En aan de andere kant heeft dat ook gewoon te maken dat deze mensen zijn heel minutieus. En je moet wel heel secuur werken. En dat bevalt ons erg prima. Zo prima zelfs dat al het werk inmiddels weer in Nederland wordt gedaan. Alleen sommige onderdelen van ledlampen komen nog uit China. Het zal u niet zijn ontgaan. Het Nederlands voetbalelftal zit in een crisis. Onder bondscoach Guus Hiddink loopt het bij Oranje op zijn zachtst gezegd niet op rolletjes. Dotschko. Jan Maat. Toch weer met lef. Met veel te veel lef. Oh.
Wat een cadeautje. En de bal blijft liggen. En daar de 2-0. Tja. Voor de eerste keer in de historie verliest Oranje een wedstrijd van IJsland. En Guus Hiddink, die weet hoe het werkt in de voetballerij. Zijn positie staat ter discussie en een nieuwe nederlaag zal dan ook gevolgen hebben. Zei hij vanochtend zelf op een vraag over de aanstaande wedstrijd tegen Letland. Maar als ze nou tegen Letland weer snel met 1-0 achterkomen, wordt het dan niet tijd om iemand anders naar voren te schuiven? Als het aan het eind zo is, wel ja. Na die wedstrijd al? Ja. Dus Letland is de bovenop. Maar niet in de 8e minuut, want dat, is al, dat zijn we gewend. Sorry? In de 8e minuut achterraken zijn we gewend. Dat willen we niet meer. Maar stel dat het einde, zoals jij dat scenario schildert, dan, ja, dan is het logisch. Ja, dus dat zet je er wel op, je positie, op die dubbel. Ja. Je hebt net wel allemaal gezegd wat er niet goed is gegaan in de eerste vier wedstrijden. Maar hoe ga je dat nou precies veranderen? Nou, door eerst aan de jongens te appelleren en hun taken duidelijk te maken. En dan kijken we heel goed en heel scherp op de uitvoering. Die taken zijn bij hun ook duidelijk geweest. En de uitvoering was niet zoals we dat wensen, niet defensief, niet offensief. En we zullen ook waarschijnlijk met een paar impulsen gaan komen in de wedstrijd tegen Mexico. En wat is dat dan? Er zijn wat nieuwe jongens bij, die zullen waarschijnlijk speeltijd krijgen. Ja, ja. Want jij zegt bijvoorbeeld van alle wedstrijden achtergekomen, snel. Ja. Ja, wat doe je daaraan dan? Ja, niet snel achterkomen, dus je zal moeten zorgen dat je de uitvoering beter doet. Heb jij daar een grote rol in? Nou, ik was nooit zo'n goede verdediger, maar nee, zij moeten dat uitvoeren. En je hoopt dat ze ook heel snel de lessen geleerd hebben om niet meer die fouten te maken die gemaakt zijn. Het waren beelden die de wereld schokten. Die van de verwoesting door de orkaan Haiyan, ook wel Yolanda genoemd. In het Filipijnse plaatsje Tacloban, een jaar geleden. Meer dan 6000 mensen kwamen om het leven. In Nederland werd 36 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers. Wat is er met dat geld allemaal gebeurd? Correspondent Michel Maas ging terug naar de plek van de ramp. Elke dag bezoeken familieleden de graven. Ze branden kaarsen en brengen iets te eten mee voor de doden, die daardoor iets minder dood lijken. Het helpt een beetje om over de ramp heen te komen. Het centrum van Tacloban lijkt de ramp nu al te zijn vergeten. Mensen staan in de rij voor fastfood en de straten staan vol met verkeer. Maar de echte slachtoffers zitten niet in het centrum. Die zitten nog altijd hier. Nog steeds zitten er mensen in tenten, te wachten tot ze aan de beurt zijn voor hun huis. Maar wie even de kans krijgt, bouwt iets voor zichzelf. Dat hoeft niet direct een bungalow te zijn. Alles wat ze willen is dat ze terugkrijgen wat ze voor Yolanda hadden. En dat was niet veel, maar het was genoeg om te beginnen. Er gebeurt wel iets. Deze mensen hebben net van een hulporganisatie materiaal gekregen om een huis te bouwen. Het is net genoeg voor het geraamte, maar er komt meer materiaal, is beloofd. Het gaat langzaam. Pas 1000 huizen zijn in aanbouw en er zijn er 14.000 nodig. De nationale regering beloofde geld voor de bouw, maar dat geld is nooit gekomen. The city government, we never got any funds from the national government till 5 months after. But when we got the funds, we were asked to sign a memorandum of agreement that the funds can only be used in rebuilding government buildings. Tacloban moet zichzelf maar redden. Met hulp van internationale organisaties lukt dat aardig. Scholen zijn herbouwd en fabrieken en winkelcentra geven duizenden mensen alweer werk. De mensen op het strand mogen nog even blijven zitten, maar niet voorgoed zoals ze willen. Zodra nieuwe huizen zijn gebouwd, moeten ze weg, of ze willen of niet. De burgemeester is ervan overtuigd dat ze zullen verhuizen. Niemand wil zo'n ramp nog een keer meemaken. Push comes to shove, at the end of the day you want to face 20-foot storm surges, you know, hanging on to your children, your family. They know they don't want to, you know, and they don't want to relive that experience. Eindigen met het weer voor dit weekend. Marco, wat gaat het worden? Nou, het ziet er eigenlijk helemaal niet zo slecht uit. Vandaag hadden we regen, die regen trok weg en daarna klaarde het op. Ging de zon prachtig onder en dat belooft best wel wat goeds. Overigens is het op dit moment niet overal droog, er vallen nog wel een paar buien. En ook morgen zou een enkel buitje langs de kust wel kunnen vallen.
We hebben te maken met een lage drukgebied wat tussen IJsland en Schotland in ligt. En dat zorgt bij ons voor wisselvallig weer. Dit is die band met bewolking die vandaag overtrok. En hierachter zitten de buien die onze kant op komen. Dat zijn overigens helemaal geen zware buien. Want die zware buien zitten in dit deel van Europa. Midden-Italië, Zuid-Italië. En dat systeem trekt heel geleidelijk naar het oosten. Wordt wat minder actief, maar het betekent wel dat Griekenland er nog mee te maken krijgt. De eilanden op de Egeïsche Zee en uiteindelijk ook de westkust van Turkije. Dan wordt het in Italië alweer droog. Vanaf Zuidoost-Spanje tot aan Zuid-Finland is het redelijk rustig weer met geregelde zon erbij. En dan is het wisselvallig op de Britse eilanden. En het gaat flink regenen in het westen van Frankrijk. Temperatuur in Europa er even bij. In het zuiden op sommige plaatsen nog 20 graden of net iets meer. Naar het noorden toe al heel snel temperaturen rond een graad of 10. En in het hoge noorden, daar is het winters. In Lapland vriest het zelfs. Nou, daarvan is bij ons voorlopig nog geen sprake. Ook vannacht niet, met temperaturen die gaan dalen naar zo'n 6 tot 9 graden. De laagste temperaturen zullen we vinden in het oosten van het land. Het klaart op steeds meer plaatsen op. We hebben dus tamelijk heldere omstandigheden. Maar vooral langs de kust kan nog wel een enkele bui vallen. En langs de kust waait het ook nog stevig. In ieder geval krachtig windkracht 6. Ook morgen overdag blijft die wind een belangrijke rol spelen. Het wordt 10 tot 12 graden. De zon schijnt geregeld. Nog altijd vlak bij zee kans op een enkele bui. En die kans is het grootst in het noordwesten. En daar komt ook de meeste bewolking voor. Dan gaan we naar de zondag. Op de meeste plaatsen droog, gemiddeld 12 graden. En een afnemende wind, dat is een groot verschil met de zaterdag. Het is wel zo dat de zon het tamelijk moeilijk heeft. Na het weekeinde misschien eens een keer een spatje motregen. Maar meestal blijft het droog, schijnt de zon. En is het ongeveer 12 graden. Het belangrijkste nieuws in dit 8 uur journaal. De tandarts wordt goedkoper en bij grote ingrepen kan dat heel wat schelen. De tandartsen zelf, die zijn er niet blij mee. En straks in Nieuwsuur. De toepassing van de euthanasiewet loopt uit de hand. Dat zegt Theo Boer, die 10 jaar lang euthanasiegevallen beoordeelde. Ik vind wel dat de pijngrens bereikt is. Kijk, in de afgelopen pakweg 4-5 jaar is een heel aantal gevallen waar we in het begin van de euthanasiewet van zeiden dat die niet wenselijk waren, dat die er ook niet door zouden komen, die zijn nu wel goedgekeurd. Nieuwsuur straks om 10 uur op NPO 2. Fijne avond.